Dag dames en heren. Over 2 weken vindt in Reewijk de grote carnavalsoptocht plaats. Georganiseerd door carnavalsvereniging de Reedurpenarren. Er wordt flink geklust op dit moment. En ik ga eens even kijken hoe de vlag erbij hangt. Oh, dat ziet er al dat ziet er spannend uit. Ze weten niet dat we komen. Goedemorgen. We zijn niet van de postcode loterij, maar wel van BR6. Dat valt me tegen. Ja, ik doe even zo. Ja, vieze handen toch of niet? Oké. Hoi, ik ben Erwin van BR6. Wie ben jij? Richard. Richard, je bent inderdaad druk aan het klussen. Klopt, ja. Die komen toch af. Ja, wat moet je allemaal nog doen, behalve verven? Papier-maché moet die kop nog. En voornamelijk het verfwerk daarna, ja. En doe je dus allemaal in je eentje? Nee, gelukkig niet, want anders komt die kar er niet zo mooi uit te zien. Nee, de meeste die... Zijn er al vaker geweest, maar toevallig vandaag ben ik nu even alleen bezig. Ja, jij bent dus de Sjaak. Vrijwilliger noemen we dat. Hoe heet jullie groep? De Superkanjers. De Superkanjers. Ja. Het idee voor deze kar, waar is dat ontstaan? Op een avond gewoon met elkaar vergaderen en kwamen een beetje uit op een jungle thema. En dan komt dit eruit met een jeep en een mooie safari kar erachter voor de tent. Nou, dan hebben jullie al vaker meegedaan met de optocht? Ja, we doen nog vele jaren mee. Ik denk dat we van ons 14, 15e gemiddeld begonnen zijn hier. Veel ervaring. Hebben jullie ook al prijzen gewonnen in het verleden? Ja, we hebben vele prijzen gewonnen. Ja, vaak eerste geweest. Dus ja, de laatste jaren bouwen we iets minder groot. Maar we doen nog altijd mee. Ja, je zegt papier-maché, maar je moet volgens mij nog veel meer dingen doen. Ik zie ook hout en ijzerwerk. Hoe gaat dat in zijn werk? De houtafdeling is van andere mensen. En ik ben vanavond van het schilderen en het papier-maché. Goedemorgen, Daan. Hey, Erwin. Goedemorgen. Alles goed? Ja, super. Ja. Je bent druk bezig? Ja, heel druk bezig. We bouwen eigenlijk die kar met z'n vijven. Maar al die jongens zijn zo druk. De een met boodschappen doen met zijn vrouw. De ander heeft een kapotte trekker. Allemaal druk. Ze hebben eigenlijk alles in mijn eentje te doen. Dus je doet gewoon alles. En als er dan een prijs wordt uitgereikt, is die ook voor jou alleen natuurlijk. Nee, dan staan ze. Die gasten weer erbij. Ja, dan staan ze wel. Dat is toch niet normaal. Achtergrond en dan, ja, niet normaal dit. Verschrikkelijk. Maar jij bent lekker bezig met papier-maché. Lekker papier-maché, kijk eens. Ja, ik heb net een uitleg gekregen hoe dat allemaal werkt. Ja, maar andere jaren hadden koude handen altijd. Maar nu is het lekker warm. Ja, het is fantastisch. Goede temperatuur. Ja. Hey, het model, wat stelt het voor? Zeg je dit nou echt? Dat zie je toch meteen? Nee, dat zie ik niet. Dat zie je... Nee, ik wil het uit jouw mond horen. Zie je? Nee, moet ik toch nog wat doen van de week? Ja. Dit is een kanon. Een levend kanon. Ja, hoe kom je nou op het idee om een kanon... De Flying Dutchman zijn wij. De Flying Dutchman. Ja, dan gaan we hier met z'n vijf omheen lopen. En dan doen we even handje rijden. En wie dan de Sjaak is, die moet erin. Die wordt afgeschoten. En die landt daar. Inmiddels sta ik aan de Nieuwdorperweg in Reewijk bij een heel bekend bouwbedrijf. En ik ben getipt dat de Raad van Elf hier binnen bezig is met het klussen aan een carnavalswagen. En ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja, kijk, ze weten dus niet dat we komen, maar ze staan daar dus. En ja, ze moeten volgens mij nog een hoop werk verrichten, hoor maar. Ik heb nog 2 weken en als ik dan het resultaat zie, denk ik van nou, er moet er wel wat gebeuren. Ja, we hebben nog wat te doen, ja, hier of daar. Maar we zijn vanochtend begonnen, dus... Jullie zijn vanmorgen begonnen. We zijn vanochtend even, begonnen. Van welke groep ben jij? Zijn jullie? Wij zijn van de Raad van Elf. Jullie zijn van de Raad van Elf? Ja, zeker. En dit was dus de kar waar de prins op komt te staan met de hofdames? Met de hofdames, ja. En wij ook over 2 weken? En jullie komen ook even langs, denk maar ik. Maar het resultaat, ja, er moet echt veel gebeuren. Ja. Maar er komt... weet je wat het is? We doen elke... Gast staan erachter. Iemand laat zijn broek zakken, maar goed, dat laten we niet zien. Nee, dat is niet voor op de camera. Nee, maar weet je wat het is? We gaan elke avond gaan we gewoon, komen we even langs. En dan doen we wat en dan drinken we een bakje koffie. En aan het eind even een frissie met een chippy. En tussendoor klus je nog wat. En tussendoor doen we dan even wat. Ja. En dan hebben we iemand die heel goed kan schilderen. Iemand uit onze groep. En dan die doet de laatste 2 dagen, die maakt het dan af. Nou, en dan zijn we er klaar voor. Dus, en kun je wat vertellen over... Er moet nog veel gebeuren, maar ik heb er alle vertrouwen in. Ik zou zeggen, 2 weken, kom allemaal kijken, want jullie komen langs. Wij komen langs, ja. En ik kom ook letterlijk op die kar staan, hè? Ja, hartstikke leuk. Dus wat je nu belooft, dat ga ik ook... Jullie zijn van harte welkom. Nou, dankjewel, goed om te horen. Ja, dus... Inmiddels sta ik bij een bekende kwekerij, dat is bij het startpunt van de optocht. En de deur zit op slot, maar ik heb de code gekregen en we kunnen naar binnen. En ik heb al gezien dat er enkele carnavalswagens staan. Nou, we zijn inmiddels binnen met de code, waarvoor dank. Maar er is niemand aanwezig hier. De jongens en meisjes die komen wat later op de dag. Dus we komen hier een beetje stiekem. Maar we zien alvast dat de bussen verf bijna leeg zijn. De rollers liggen klaar en er moet nog wel wat gebeuren zo te zien.
Ja, wat dit is, geen idee. Het lijkt op een soort bal. Het uiteindelijke resultaat, dat zien we natuurlijk op de grote optocht bij al die karren, dat is op 10 februari. We zien wel dat het een dichte constructie is. En volgens mij is die ook wind- en waterdicht. Ik zie zelfs een echt dak. Misschien kunnen we daar eventjes op inzoomen. Nou, het thema van deze kar, ik denk dat ik het kan raden. Het heeft iets met kerst te maken en met sneeuw. Want er staat aan de zijkant met 40 kerstmannen op de kar niet oké. Daarom gaan we mee op de arreslee. Dus ja, het heeft iets met een arreslee te maken. Ik ben benieuwd. Nou, deze kar die lijkt het meest gevorderd als je ziet naar het schilderwerk. Het is het onderkomen van Prins Jot staat erop. En hoe het uiteindelijk eruit gezien, dat kunt u allemaal terugzien in de grote carnavalsoptocht op zaterdag 10 februari. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot over 2 weken. Erwin Holthuizen voor BR6. De mensen achter, is dit het mooiste carnaval van Nederland? Kijk. Nou, dat is goed, want ik heb er niet zoveel ervaring mee. Maar ik ga dat wel doen. Nou, zijn mijn gezin is hard aan het klussen in ons nieuwe huis. Dus die zeiden, ja, je moet me klussen. Ik zei, nee, ik moet natuurlijk hier zijn. Maar volgend jaar wil ik de hele route graag meedoen, als dat mag. Zeker. Dus ik ben er nu bij en ik ga je allemaal uitzwaaien. Maar ik ben nu al onder de indruk. Kijk, dat is vast goed te horen.